Hi, ik is Craig Adrianse en ik vertolk die rol van die hoofseun Wesley Rousseau in Arendsvlei. As ek my karakter in 10 sekondes kan opsom, sal ek sê, hy is voorbeeldig, hy is een nice ou, hy het een goeie kop vir skouers, hy werk hard, hy is baie goed in skoolwerk, maar hy probeer ook homself uitfigure in een sekere mate in die leven, kan nie baie weggeen nie. Kijkers kan uitsien na nog drama, vele dramas voorlee, een baie groot en mooi storyline van al die karakters af. So ek is glad opgewonde om dit te sien op televisie. een van die grootste uitdagings, omdat ek so lang klaar met school is, sal ek sê een van die grootste uitdagings is om terug in die schoolbanken te sit, maar aan die ouse skoene. So, maar ek love it, want ek kan schooljare weer herleef, maar dier iemand anders. So dit is my amazing om weer in die banken te sit en weer vriende te hê op school, en ook levensstories en goed aan te pak in die ouse skoene. Dit is vir my net fenomenaal. Ek was een baie verskrikkelijk skraal. Baie skraal is nou. Ek het acne gehad op school. Shame. Ek was baie, stel nie my was ek laudie. En ek was baie in my kop oor die toekomst en ek was baie present in die oomblikkie. So dit is gewoon so nice is om nou weer in school te wees in Arendsvlei. Dat ek kan herleef, maar as ek gesê het in een ander persoon se skoene. Maar ek was maar baie normale down-to-earth, ookie, pauses by die ouwens gesit en het gesels, lunch gehad. Dat is baie les in Arendsvlei wat mense kan leer. Ek sal sê, een van die grootste lesse is om met issues te deal met het, bestaan. Moe nie dinge onder die mat vee nie. Dat is baie groot issues wat mense, even in een huisgesinne, mee deal en ek sal sê, hulle sal moet dit meer bring it to light. In plaats van om die hele tijd onder die mat te vee en daar opbouw. So ek sal sê, deal met situaties, mens weet nooit wat van die situatie kan kom nie. Ons staan, iets goed kan uitkom. Ok, eerst, ons is een ding nie gemeen nie, ek was die hoofseun in die woordskool, maar een van my vriende was die hoofseun en dit was fijn. toe ek op school was ek ook maar een baie voorbeeldige ookie. Allemaal het my op my staat gemaakt, nes hulle op Wesley staat maak. So hulle maak constant staat op om die beste te wees, om net goeie dinge uit te beeld. En dan stoot hy om sy eie emoties onder die mat. So dit is een bykie van een probleem, maar ek en hy is selle in die concept van voorbeeldig wees en baie vriendelik. Ek sal sê, vir my karakter sal ek een hashtag gee en het sal wees, hashtag wees jouself. Want baie mense is geneig om jou in die box te druk. En het is onrechtvaardig dat ander mense dit aan mense doen as wat hulle self kan uitbeeld te staan. Allemaal is ons eie mense, maar wat ek vir mense altyd sê is, ek gee altyd vir mense die belangrikste levensles volgens my is, doen wat jou gelukkig maak. Want as jy nie gelukkig is, dan tel het. Niks tel dan. So jy moet gelukkig wees. Ja, wees gelukkig, doen wat jou gelukkig maak. En dan gaan we die kleinste dingetjie, maak sak wat het is, solang jy gelukkig is, dan tel het. Kijkers kan uitsien na eerlijkheid as het kom by Wesley en Leroy. Een mooie vriendskap tussen die twee van hulle. En dit is iets wat groei en kijkers het wat ek gaan afgesien. Wil nie te veel weggeen nie, maar ek sal sê, dit is baie mooi. Dit is baie mooi ding.